Haarlander Voetbal Midweeks, een programma met gasten uit het regionale voetbalwereldje. In deze aflevering op de bank Dennis Roerade, hoofdtrainer van KMD, en zijn assistent en zwager Willem Verwoerd. Onze sidekick in deze aflevering is Hans van Laar. Dadelijk na de reclame, Haarlander Voetbal Midweeks. Blijf kijken dus. Restaurant en partycentrum Puur aan de Vliet. Reserveer en geniet. Puuraandevliet.nl met dubbel R. Bolman Cleaning Services. De partner voor een schone werkomgeving. Glasbewassing, gevelreiniging, specialistische reiniging en totaalschoonmaak. Klantgerichte en persoonlijke benadering zijn kenmerken van ons bedrijf. Bolman Cleaning Services. Freekick Sport, de grootste voetbalspecialist van Nederland. Bezoek onze webshop of kom gezellig langs in onze winkel op de Saffronin Lohmanplein 45A in Den Haag. Volop parkeergelegenheid. Bibu Den Haag, een gerenommeerd autoschadeherstelbedrijf. Alles wat met de auto te maken heeft, kunnen wij voor u repareren. Wekelijks worden bijna 50 auto's vakkundig gerepareerd met liefst 7 jaar garantie. Autoschadeherstel Bibu Den Haag. Meer dan alleen schadeherstel. Het wapen van Zoetermeer. Voor elke gelegenheid een unieke locatie. Kijk voor meer informatie op hetwapenvanzoetermeer.nl. Hartelijk welkom bij Haarlander Voetbal Midweeks, een programma met gasten uit het regionale voetbalwereldje. In deze editie op de bank Dennis Roerade, hoofdtrainer van KMD, en zijn assistent en zwager Willem Verwoerd. Onze sidekick is Hans van Laar. Ja, Hans, met jou ga ik beginnen. Fantastisch dat je er weer bent. Zo snel, ja, tot het overlijden van je vrouw. Hoe gaat-ie? Ja, het is even zwaar, maar het is zo snel mogelijk weer de draad oppakken. En het is allemaal op de jonge leeftijd gebeurd. En het is wat het is. Maar we gaan het weer oppakken. Goed, dus het gaat wel goed. Heel fijn dat je er in ieder geval dat je er bent. Heer, ook hartelijk welkom bij ons in het programma. We gaan eens beginnen even terugkijken naar het verleden. Dennis, begin ik bij jou. Voetballen begonnen ooit, denk ik, bij Quicksteps. De Quicksteps ben ik begonnen, ja. In de jeugd ben ik begonnen met Quicksteps. Ja, heel even bij BMT toen ik 4 of 5 was. Maar uiteindelijk bij Quicksteps heb ik heel mijn jeugd gedaan. Tot senioren, 1 jaar senioren. En ADO? Toen ben ik naar ADO toe gegaan. Want ik 2 jaartjes ADO gezeten. Toen ben ik vanuit ADO ben ik naar Scheveningen gegaan. Mooie successen meegemaakt bij Scheveningen in die tijd al, hè? Ja, het was net iets te laat net. Was net Martin Jong was net weg. Ja. Maar ja, en, toch nog. Ja, wel leuke tijd meegemaakt. Ja, C-Cup gewonnen, Amstelcup gewonnen. Ja. Ja, dat wel, dat hebben we wel gedaan. Ja. En vanuit Scheveningen toen naar Kranenburg. Want naar Land Zaaglandia is geworden natuurlijk. Dus ik heb een leuke voetbaltijd meegemaakt. Ja, Kranenburg op Okkenburg nog meegemaakt. Ja, zeker. Ja. Ja, dat was ook een sensatie elke wedstrijd. Ja, dat was echt leuk. Dat was speciaal natuurlijk, was dat veldje dat je daar natuurlijk had. Zeg maar ja. Heel samenhorig, hoe klein dat was. En als je dan, er waren natuurlijk altijd mensen daar zo, die kwamen kijken natuurlijk voor het voetbal wat ze daar zagen natuurlijk. Ja, wat is dan je mooiste tijd geweest als je dat terugkijkt op die voetballoopbaan? Ja, ik denk wel dat het mooiste is gewoon Kranenburg-Haaglandia geweest. Ja, ja. Daar zo. Ja. Kranenburg heb ik natuurlijk een hele goede groep, echt een hele goede groep gehad. En Haaglandia was natuurlijk, tot we op een gegeven moment weer een paar jaar tussen, dat we weer een hele goede groep hadden. Want natuurlijk, na de goede groep van Kranenburg werd het even wat minder natuurlijk. Ja. En toen hebben we weer een goede fase bij Haaglandia gehad, hebben we ook weer een hele leuke tijd gehad. Ja, en op een gegeven moment ben je met bij Haaglandia eigenlijk ook begonnen met je trainersloopbaan, hè? Ja, tweede, ik geloof wat jeugdteams getraind. Ja, ik heb toen een tijd met John Votterlo heb ik toen die kaboutervoetbal een beetje tijd opgezet. En toen ben ik langzamerhand, toen ben ik op een gegeven moment
toen ik stopte met voetballen eigenlijk gelijk trainer van tweede geworden. Ik zat bij Gert Fens, toen zou ik assistent worden. En toen ging de assistent trainer toen bij Wim Schaap weg. Toen ging Ger naar het eerste. Hè. Toen zei Ger van Naden, kun je gelijk voor de groep gaan staan. Ja. Toen is het gelijk begonnen eigenlijk. Ja. Toen heb ik bij Haagland net dus tweede gedaan een jaar. En toen nog een jaar. En toen ben ik Edwin assistent geworden eigenlijk. Ja. En toen bij Mauricio zou ik assistent worden op een gegeven moment. Dat ging over naar de zaterdag. Maar toen ging ik naar GDA. GDA, want je hebt in mijn GDA gezeten. Ja, dat was een mooi voorbeeld al. Want als je kijkt bij GDA, wie er allemaal als trainer ook hebben gezeten, dan was dat lekker werk. Dan ben je ook een beetje begonnen met onder de knie krijgen van de video-analyse. Ja, ik heb dat toen ook daar bij GDA heb ik toen op een gegeven moment een stijgertje laten neerzetten. En toen heb ik ook iemand kunnen vinden die de wedstrijd ging volgen. Filmen bedoel ik. En daar was ik toen wel wat actief mee bezig op een gegeven moment. En dan, toen kwam ik daarna, toen ik bij GDA weg ging, zou ik eigenlijk naar Kranenburg toe gaan. En toen pakte Edwin een beetje van kon naar ADO toe. Toen werd de ADO jeugd. En toen werden video-analyses gemaakt natuurlijk. Maar niet hetgeen wat wij eigenlijk wouden zien, want wij waren met dingen bezig. En toen heb ik het daar eigenlijk nog meer op gepakt. Toen heb ik eigenlijk dat video-analyse er altijd maar bij gedaan. Ja. Het is wel intensief werken natuurlijk, dat wel. Ja. Maar ik vond het ook leuk, toen nog steeds actief. Bij Quick Boys hebben we het eigenlijk ook veel poten toen gezet, want dat was niet meer actief toen. Nee. Ja, maar ik heb het eigenlijk nooit meer weggelaten. Maar toen heb je wel een belangrijke rol een beetje gespeeld in de beginfase natuurlijk. Toen ik bij Kranenburg kwam voetballen, zeg maar, ik kwam vanuit Scheveningen en... toen heb ik wel heel snel met Edwin een klik gehad. Het was altijd na de wedstrijd, de volgende dag. Sascha was een uur aan de telefoon over voetbal praten. Ja. En ik heb natuurlijk ook toen de tijd vanuit Quickstep naar ADO heb ik heel veel geleerd. Dat was natuurlijk een hele grote stap. Maar toen met Edwin ging ik toen echt elke dag praten. En toen met zijn broertje heel veel. Ja, toen ben ik best wel heel erg veel ontwikkeld als voetballer op een gegeven moment geworden. En, is wel een rode draad in mijn ja, want hij nam jou ook geweest. Toen hij trainde bij Quick Boys ook nog mee weer naar Katwijk. Ja, toen wij vanuit 2 jaar hebben ADO jeugd gedaan toen. En toen gingen we naar Quick Boys, toen ben ik ook weer meegegaan. Ja. Ja. Toen kon die corona natuurlijk ook toen. Hoe fijn was dat bij ADO? Want dan werk je toch met top jeugd en ook gemotiveerde jeugd. Ik bedoel, je hoeft niet te kijken of ze op de training komen, die zijn er wel. Ja, dat was wij... wij hadden toen eigenlijk toen de tijd 2 keer per dag moesten die gasten trainen natuurlijk. Die hadden daarvoor nog performance training voordat ze gingen trainen. Dan hadden ze nog studie ertussendoor. Dat was leuk werken natuurlijk. Het was 4 dagen in de week, want woensdag waren ze vrij. En dan zaterdag natuurlijk die wedstrijd. Maar het was hartstikke leuk om dat meegemaakt te hebben natuurlijk. Als je gaat kijken, ik kwam natuurlijk bij Ajax over de vloer, Feyenoord, PSV, overal weer natuurlijk. We hebben natuurlijk wedstrijden gedaan tegen Van Nistelrooy, Kuyt en dat soort dingetjes. Ja. En de Theo Jansen, hartstikke mee gelachen. Leuk, achteraf, echt ook hele leuke mensen. Ja, Witser, Rob Witser was toen assistent bij Ajax. Ja. Ze hebben echt leuke dingen meegemaakt al. Ja, goed. En toen je bij Quick Boys zat, je eigen bedrijf was nog een beetje te regelen. Want het is toch wel eentje rijden eigenlijk. Ja, dat was wel pittig. Dat was maar zo. Ik deed zaterdag natuurlijk de wedstrijd. En toen deed ik zondag, met vrienden nog voetballen bij ODB. Dan ging ik zondagavond de analyses maken voor maandag. Nou, dus maandag moesten we dan de trainer maken, deed ik de nabespreking met de beelden. Nou, maandag trainen, dinsdag trainen. Woensdag was mijn vrije dag, donderdag trainen. En vrijdagavond ging ik die analyse maken voor zaterdagochtend voor de wedstrijd. Dus dat was wel pittig, je hebt je eigen bedrijf erbij. Ja. En ik was wel eens aan het rijden, dat Quick Boys aan het rijden was, dat was wel pittig. Ik kan me dat voorstellen. Goed, Willem, dan gaan we naar jouw loopbaan. Jij hebt ook aardig wat clubs gehad, geloof ik, hè? Ik heb totaal 4 clubs gehad. De roots liggen bij SV35. Vrij jong was ik, 17 jaar. Toen haalde Aad Mansholt me naar het eerste elftal. Dat is wel leuk om te vertellen. Dus icoon natuurlijk. Ja. En die kom je dan ophalen als 17-jarig veentje. En lekker babbelen in de auto natuurlijk. En lekker babbelen. En ik weet nog goed, een bruine Opel met een lange rij met sigaretten en rook in die auto. En zo ging je dan naar SV35 toe. 4 jaar aan het eerste gespeeld, vanaf mijn 17e. 2 keer kampioen geworden. Trainers Bert Kuiper, later Wout Pronk, zijn we 2 keer mee kampioen geworden. Ja, toen speelden we 1 hoogste amateur, dus dat was voor SV35 vrij uniek. Was het ook in de tijd van Jasper Hartenveld? Was dat nee, dat was daarna. Dat was de tijd van Basje de Graaf, Ron Marshall de Jager, en Dick Sloos, Mario Kossel, Jeffrey Bloem. En
Ja, we hadden een uitgebalanceerd elftal. We hadden een hele duidelijke tactiek. Zo snel mogelijk de bal rond de jager en de rest tegenhouden. Ja. Ja, dat ging goed. En dan eindig je toch boven clubs als Capelle, Barendrecht en dat soort clubs. Dus dat was eigenlijk uniek. Maar ja, toen Henk Groen, die wilde wel. En die is nog steeds sponsor daar, gelukkig al 45 jaar sponsor. Ja. Die wilde door, de club niet. Ja, en dan zie je spelers naar de Bollestreek gaan. Ja. En ik ging toen met Jeffrey Bloem, Dick Sloos en Mario Coswell naar Voorburg toe. Ja. En daar hebben we ook twee hele leuke jaren gehad. Ook kampioen geworden. Trainers Slobodan Dutina. En, die traint nog steeds, hè? Ja, die traint nog steeds. Is inmiddels 80 jaar, denk ik, die man. En was een zeer bevlogen man. Die Joegoslavië kwam niet, geloof ik. En dan was hij daar geweest. Dan stonden we in de kant. Bij Sion nu, hè? Sion is de assistent. Okay. Ja, assistent. Ja. Dus, en Frank Kel als trainer. En er was ook een mooi team. Fosfor Steenwijk, Dick Sloos, Sean Williams. Hebben we daar nog meegemaakt als rechtsbuiten. En... dat werd echt gebikkeld. Ook weer kampioen geworden. Het tweede jaar kwam Cindy Teunenbroek van Wijk. Ja, dat was ook gewoon een mooi team ook. En daarna werd het PEC Den Haag, geloof ik, hè? Daarna werd het PEC Den Haag, want ook bij Voorburg, de prestatieknop ging uit. En geen focus meer op prestatie en iedereen ging weg. Ja, dan ben je eigenlijk te jong om daar te blijven hangen. En toen kwam... Toen kwam PEC Den Haag inderdaad en daar wel een mooie tijden gehad. Die kregen net van de gemeente kregen ze 4 ton mee, vanaf Filmstad daar naartoe. Naar Eskamp 2 was van Vios, En dat was wel een mooie leeftijd. We waren allemaal meer de 20 en we waren allemaal met een groepje met Frank Rosa, Dennis Olman, de gebroeders van Spronsen. We kregen net allemaal kinderen, dus dat ging allemaal mee naar de voetbal toe. En na de voetbal en dat is wel de meest gezellige tijd geweest. Was dat dan de eerste club waar je er geen podium uit ging hangen? Of was dat bij de andere clubs ook al? Want je hebt daar een aantal trucjes uitgehaald om de spelers een beetje op te jagen. Maar misschien is het wel leuk om dat verhaal met je... Vertel eens ons. Misschien is het wel leuk om je verhaal met je spijkerbroek ruilen te vertellen. Dat is wel dat soort dingen gebeurden vroeger. En dan zat je in de kleedkamer en dan... Keek je even om je heen en dan, die spijkerbroek lijkt op die. Maar we moeten even dat klein geld even wisselen met die en die. En even die riem wisselen. En dan... Was de maat verschillend? Maar vroeger werd het gewoon 1, 2, 2 uur 's nachts in die kantine. En dan zei je later ineens tegen je scherpe ziel en dingen, voor mij... Oh jee. Nou, dat soort dingen, dat gebeurde daar wel. En, het mooiste is nog, Hans, waar je misschien op doet met, wat natuurlijk Chris Treling als trainer. Ja. En wat een keer een uitwedstrijd bij HVV, dat is de kakbuurt van Den Haag natuurlijk. En wat deden we? Ik was een week daarvoor in de maling genomen, toevallig door mijn zwagertje en Peter Hoek. Met de wielklem, bioscoop bij dingen. Maar ik denk, weet je wat, ik neem die wielklem mee en ook zo'n grote sticker. Dus... Afijn, die wedstrijd bezig, maar ik geblesseerd en Ronnie Scherpenzeel geschorst of geblesseerd. En die had zo'n grote jeep, dus hup, al die spullen mee. En wij midden in die kakbuurt, wij die wielklem erop, grote sticker erop. En vroeger had je natuurlijk van die grote camera's. En wij achter het bosje, wij filmen alles. En de wedstrijd afgelopen. We zagen eerst Chris Treling zijn vader komen en toen training. En toen wel 40, 50 man en buurtbewoners die kwamen uit het tuintje. Wat is er aan de hand? Dat gebeurt hier nooit. En politie bellen en op een gegeven moment heel dat circus weer de kantine in. En, maar wij hebben niks gezegd, heel het seizoen niet meer. En op een gegeven moment, ik was aanvoerder dat jaar en wat doe je aan het eind van het jaar? Je bedankt een trainer en je zegt, Chris, bedankt voor het seizoen en namens de selectie gaven we die videoband. Dus hij zegt tegen zijn meisje, hey Jacques, straks hebben wij een pornofilmpje, let maar op. Dus hij ging dat s'nachts na dat feest bekijken. Ja hoor, ritsel, zag hij weer scherpe zeeuwen mij achter die bosjes en...
En dat heel dat, ja, dat gebeurde vroeger. Ja. Ja, dat was mooie anekdotes die dat zijn. Goed, op dit moment, jullie zijn actief bij KMD. Hoe is het, Willem, om als assistent te werken bij Dennisjeswagen? Ja, dat is natuurlijk dat is wel heel gaaf. Dat je eigenlijk, in de auto hadden we net nog over, dat je 30 jaar terug eigenlijk een beetje verkering krijgt met hij, met de Noes, dan ik met Diaan. En dat je in de voorbereiding zeg maar om het Zuiderpark heen rent en in Kijkduin aan het rennen bent. En dat je nu zeg maar samen eigenlijk weer op zondagochtend over de wedstrijd hebt en weer vooruit kijken en doet. En dan ben ik blij dat hij hoofdtrainer is, want met die videoanalyse dat is jouw ding niet. Nee, maar er gaat zoveel tijd in zitten en dat is echt petje af dan dat. Jij werd natuurlijk hoofdtrainer, groot opvolger van Martin de Mooij bij KMD. Maar goed, KMD was voor jou ook geen iets nieuws, want ja, je deed al wat in de jeugd, de kinderen zijn er actief. Dus, ja, ik zou net zeggen, die woensdagavond was vrij. Die woensdagavond deed ik af en toe nog eens mijn Joey trainen. Die had toen op een gegeven moment geen trainer, die deed ik ook nog erbij. Mijn kinderen voetbalden bij KMD. Ja. Ik heb een dochter en een zoon en die voetballen daar allebei. En toen Haaglander overging, toen ging Joey daar ook voetballen. Ik weet, die zat al vanaf de tiende. Nou, zo. Dus ik weet wel een beetje hoe KMD, hoe dat een beetje was. En ik liep daar vaak genoeg rond. En dus dacht altijd wel dat er wel gezelligheid was, drukte, weet je, de kantine was altijd vol. Ja. En je zag het de laatste jaren overal maar minder worden. Bij KMD is dat toch wel druk eigenlijk. Het is een derde klas. Dus toen de tijd hadden ze ook met die corona konden ze naar de tweede klas. Dat ging toen weer niet door. En toen dacht ik, dat is hier, want dat club, dat zou wat meer, dat meer omhoog moeten kunnen, weet je. En ik denk, de randzaken eromheen, denk, zou ik ook wel wat voor in kunnen betekenen, zeg maar. Niet echt uitgesproken, maar daar heb ik het wel altijd gedacht. Totdat Willem op een gegeven moment met een TCC daar heb gezeten en toen ik op een gegeven moment benaderd werd. Toen dacht ik eerst van, weet je, ik ben eventjes helemaal klaar mee eigenlijk, nadat van Quick Boys. Ja. Nou, je gaat praten en toen... Maar je hebt dan bij de club, begrepen, wel een mooie, heldere visie neergelegd, zoals jij het ook zag. En daar gingen ze ook een beetje voor, met name ook doorstromen van eigen jeugd. Ja, ik heb daar gewoon ik ging daar eigenlijk naartoe, ben gaan praten. Ik heb gewoon met passie heb ik alles uitgesproken, hoe ik het voetbal zie. Voetballen echt, om te gaan voetballen, ook aan de bal, proberen aanvallend voetbal te spelen, voor zorgvoetbal. KMD was best wel heel veel bij de wedstrijd, het is best wel vaak dat het best wel heel veel lange ballen is, dat het veel kracht voetbal is. En dan hebben wij samen dus wel proberen te switchen om het ook voor het hoogdruk te gaan zetten en aan de bal echt te gaan voetballen en gewoon verzorgd voetbal te spelen. En dat hebben we dan, dat was een beetje hetgene wat ik heb uitgebracht dadelijk, wat ik heb verteld. Waren er nog meer kandidaten dan of zijn ze gelijk met jou gaan praten? Ze zullen best wel een aantal gesolliciteerd hebben natuurlijk als ze weten dat de trainer weggaat. Maar is daar dus wel wat maar ze kwamen vanzelf al bij jou terecht. Ze kwamen bij mij terecht op een gegeven moment. Ja, dat is het mooiste natuurlijk. Uiteindelijk was een shortlist van drie trainers en uiteindelijk hebben de spelers en de zwaarste stem gehad. En komen jullie dan wel eens in gewetensnood als je het eigenlijk net iets anders ziet dan hij? Of niet? Wij discussiëren gewoon sowieso best wel vaak gewoon over voetbal, weet je, in de kleedkamer ook. Kijk, KMD, ik heb wat dingen neergelegd wat ik wil. Dus ik heb op een gegeven moment een videocamera aangeschaft op het veld, hoofdveld. In de trainingskleedkamer hebben we gevraagd voor een televisie, dat we daar ook met spelers kunnen zitten. En wij praten sowieso eigenlijk als wij best wel vaak over KMD. En als er nou bijvoorbeeld een discussie is van dit of dat, weet je, dan is het alleen maar fijn eigenlijk. Want als je iemand naast je hebt zitten, die zit alleen maar van, als ik zo zeg, ja, dat is niet zo. Maar je kan beter, was een discussie dat je dat ook van Willem zei, van ik denk, kijk, kan niet beter nog eentje op, ze gaan voor mij daar met vier. Goed dat je het even oplet. Want dan ben je af en toe... Willem is niet moeilijk, ik bedoel, hij zei van jeugd inpassen, maar dan moet je toch ook wel een beetje kwaliteit hebben lopen in de jeugd. Dat je zegt van, het komt eraan, dat... ik heb jullie zaterdag zien spelen, maar er zitten best wel aardig wat jonge spelers in. Spits die makkelijk scoort, die jongen Leandro ook. Leandro ook. Ja, ja. Zaterdag kreeg hij wel kansen en dat lukte dan helemaal niet, maar hij had het waarde meerdere. Ja. Want dat is een wedstrijd, had je wel 5-6 keer kunnen scoren. En dan, het is natuurlijk, toen ik daar trainer werd, waren er twee jongens waren toen gestopt. Afgelopen jaar zijn er 5 jongens gestopt. Er is iets van buitenaf aangekomen, maar vanuit de jeugd zijn er best wel heel veel doorgekomen, jongens.
Maar bij KNW dacht ze heel snel van, joh, die jeugd, er komen zoveel jongens vanuit de jeugd door, die kun je meteen inpassen. Maar ik, ik heb met zoveel ADO gewerkt met die jongens. Ja. Er is een heel verschil. Het jeugdvoetbal, dat is gewoon in een pingpongwedstrijd. Dat blijft maar heen en weer rennen. Er zit geen, dat is het voorste. En zolang Jesse de Waard nog aardig blijft voetballen, is er nog even een jeugdplein op. Ja. Als we het plaats maken, denk ik. Jesse de Waard, die is 38, maar die heeft gewoon heel erg goed voetballen. En die houdt daar en ook wel weer de rust. Maar als je dan zegt, je hebt dan jeugd die dan aankomt. Ja, die moet je wel rustig brengen, want het is allemaal zo, het is fysiek natuurlijk ook een verschil. Want als je zo'n jongetje zet van 19 jaar, die wat weegt, die 60 kilo, en die staat tegen iemand van 75 kilo, en die kan telkens maar die oplawaaier, dan gaat het om die spieren merken. Ik had het toen ik bij Haaglanders natuurlijk zat, dat ik het trainer van de tweede was ik, toen kwam dus ook vanuit de jeugd door. Maar na 3 maanden waren ze tot en maar van, dat is een blessure. Dat heb ik nooit meer vergeten. Ja. En dan heb ik nu ook gezegd van, jongens, luister, als we je brengen, doen we het wel rustig brengen. Nou, alleen Leandro hebben we dan wel heel veel bij ons gehouden, zeg maar. Die is ook wel veel fysiek bezig in een sportschool, maar toch houden we daar ook rekening mee. De vorige week hebben we ook bij Duindorp uitgehaald, dus zo fysiek op een gegeven moment. Ja. Zeg, weet je, dat pas op de plaats, klaar is ermee. En nou, bijvoorbeeld voor Renzo Nieuwveld, nou, die hebben we bij het begin, was hij echt top, toen bij het begin van het seizoen. Maar op een gegeven moment zie je dat hij dus even wat wegzakt. En dan heb ik ook gezegd, jongen Renzo, doe rustig aan, je tijd komt wel. Ja. En nou de laatste 3-4 weken zie je hem, gaat hij weer piek, gaat hij aanhaken. Nou, en zo moet je wel een beetje kijken naar de jongens. We hebben nog genoeg jongens die kunnen, maar je kan ze niet met... Je kan het niet... Kijk, afgelopen zaterdag hadden we gemiddeld een leeftijd van 21 op een gegeven moment. We hadden Rob eruit en Jesse de Waard, ze zijn allebei 38. Ja. Toen was dat, ik heb het teruggerekend, dat was 21 jaar was dat gemiddelde. Ja. Dat is echt heel erg jong. Dat is fantastisch, maar het zwaar is met elkaar. Je bent assistent, heb je nog een beetje goede taakverdeling gemaakt of zeg je het loopt vanzelf? Nou ja, je maakt altijd een taakverdeling. Je hebt altijd een goede assistent is altijd ondersteunend volgend. Want je hebt niks aan een assistent die alleen maar op de stoelpoten zit aan. Dat gebeurt wel vaak, hè? Nou ja, dat gebeurt wel eens. Maar ik doe het nu voor het 7e jaar. En ik denk dat ik vooral goed kan luisteren en zien van waar zit nog even die aanvulling. En dan hebben we af en toe even apart praten met een speler misschien? Ja, ook dat. Een beetje de hittingrol. Ja. En dat is ook wel iets wat mij ligt, denk ik. Dennis, af en toe willen we toch een beetje dat voetbal erin brengen. Dan heb je op het hoofdveld nog steeds gewoon gras. Dat maakt het niet altijd makkelijk op. Want je zal trainen, denk ik, op kunstgras. Ja. Dat is van overgang steeds. We hebben net in de auto over de statistieken. En dan zie je dat we de thuiswedstrijden eigenlijk... heel slecht presteren. Afgelopen zaterdag dan gewonnen, maar tot afgelopen zaterdag de helft van de punten, je hebt er 2 keer zoveel uitgehaald. Ja. Uit staan we bovenaan, hebben we de meeste punten gehaald van iedereen. En ja, wat er wel een beetje in zit, is natuurlijk wel, we trainen 2 keer in de week op kunstgras. En hetzelfde als jij een goede schaatser bent en je gaat 2 keer, doe je repetities op kunstijs. En je gaat dan in het weekend... Ga je op voor de hoofdrol en dan ga je op natuurijs. Ja, dan wordt het een heel ander ding. Ja. Nou, en dat is dat ook een beetje. Want ja, Dennis heeft heel veel focus op zeg maar, op die pasingen, noem maar op. En daar wordt heel, heel lang aan vastgehouden en door en door. Op kunstgras, dat is soms... Loopt de bal wel, dat is echt samba, dat is echt gaaf om te zien. Ja. En dan moet ineens dat spelletje naar... hoe noem je dat, zo'n veldje, zo'n koepoepveldje. Ja. En we hebben het ermee moeten doen. Maar dat ligt dus aan de gemeente, niet aan KMD zelf, die wil wel. Maar de gemeente komt er niet over de brug. Ja, we hebben natuurlijk 4 velden en 830 leden zo'n beetje. Ja, je kan niet uitbreiden, moment zit je vast. Dus je moet kunstgras hebben. Ze willen ook niet uitbreiden. Nee. KMD wil gewoon KMD, het hoeft niet groter te worden. Nee. Maar ik zeg alleen, als jij nou echt wil dat je vanuit je eigen jeugd gaat doorstromen, zeg maar, en je wilt dus een goede opleiding hebben, dan kan je niet met, het is 860 leden, kan je niet met zoveel leden op 2 velden trainen. Je moet dus wel heel veel kunnen trainen, maar om gewoon in speelwijze te ontwikkelen. Maar kijk, de Leo 19 doet het bij ons ook goed, maar die spelen ook een half veldje. Maar eigenlijk moet dat ook wel een heel groot veld kunnen trainen. Ja. En eigenlijk vind ik het, als ik zo maar aanspreek, zeg maar, in de gemeente Westland, vind ik dat KNW dat ook verdient, dat hun de faciliteit hebben om door te ontwikkelen. Want er zijn heel veel verenigingen die dat natuurlijk wel hebben. Ja. En wij worden daar nog zeker achtergelaten, vind ik. Dus als je dus op een groot veld kan trainen, dan kan je ook beter ontwikkelen. Kan je ook beter jeugd laten ontwikkelen en dan kunnen wij als KNW ook doorstromen. Dat is wel een doelstelling van dit seizoen.
Iedereen wil kampioen worden, maar dat is niet realistisch. Ja. We hebben gewoon gezegd, wij willen een periode halen. Ja. En die periode halen hebben we het dus ook al kunnen doen. Tegen Welmers, dat konden we hem pakken. Nou, dat ging de eerste, dus, hè? Toen je zes wedstrijden ja. boven was ook eerst, was ja. ook eerder gezegd, was in één keer onverwacht. Want ja. de competitie is natuurlijk ja. heel erg verschillend. Het is in één keer, zonder in één keer bovenaan, hè? Nou, toen dacht ik, nou, twee wedstrijdjes pakken, dan heb je hem. Dan ben je wel voorlopig klaar. Nou, dus dat die één wedstrijdje ging wel, maar tegen Welmers ja, was het niet thuis. Het was gewoon niet, het was verdiend verloren. Heel raar gezegd, maar zo is het gewoon. En ja, wat ik al zeg, het is een jong elftal. Het is een beetje piek en dalen. En ik heb al langer gezegd, jongens, ik heb best wel wat clubs getraind. Ik heb zelf wel hoog voetbal. Ik zie echt wel dat er bij jullie voetbal in zit. Maar je moet geloven, het is echt wel goed. Maar je moet het wel durven, blijven durven doen. En ze gaan nu een beetje zo van, ja, weet je, wij kennen echt wel, ik zeg maar, dat heb ik al vaker gezegd. Maar ja, je moet wel scherp blijven met elkaar en van elkaar de focus hebben. Geconcentreerd en blijven trainen. En ja, dat is gelukkig wel bij ons aan de orde, dat ze genoeg blijven trainen. Maar het is mogelijk. En die periode pakken is wel een doelstelling, omdat we dat gaan halen. Kijk, je moet nou bij de eerste vier eindigen. Ik ga ervan uit dat Welmers nu een periode gaat pakken. Ja, Aristen zou hem ook kunnen pakken nog trouwens. Maar als je bij de eerste vier eindigen zou je natuurlijk een vervangende periode of een periode zelf kunnen. Als je kan ook derde worden, want ja, het is maar 5 punten verschil nog. Wim, zwagers van elkaar. Vrouwen die ook voetbalgek zijn, die hebben op verjaardag natuurlijk alleen maar over voetbal gesproken. Het is wel lekker natuurlijk dat de vrouwen ook een beetje om voetballen geven, denk ik. Hè? Ja, dat maakt het wel makkelijker. Ja. En die begrijpen ook dat het donderdag wat een uurtje later kan worden. Ja. Dus dat, ja, dat is wel een pre, denk ik. Ja. Ja. En ja, ze hebben het ook nog wel eens over jou, want ze hebben ook onder jou getraind, ja, die dames. Dat klopt, dus dat klopt. Ja, ook prima speelsters, ja. Op selectieniveau ook, ja. Ja. Maar goed, wat dat betreft, krijg je nog wel eens tips mee dan, jullie, van het huis uit, van hoe het gegaan is, of valt dat nog wel mee? Nou, kijk, heel veel mensen hebben natuurlijk, wij werken dagelijks twee keer dan per week met jongens. En dan zeggen ze van, nou, die was niet slecht, zeg maar. Wij zeggen, maar die kan echt wel voetballen, maar die kan dan even niet uit de verf. En dan, ja, voor de rest ga ik niet veel in discussie mee, maar het is wel leuk dat ze er natuurlijk een mening over hebben. En dan af en toe denk ik, zeggen ze wel, denk ik dan, hebben we gelijk ook, maar dat ga ik niet zeggen. Nee. Nou, krijgen ze nou wat te horen, dat duurt stom. Je hebt in ieder geval je contract weer verlengd, hè? Dus ga gewoon door bij de club. Kijk, dit seizoen basis leggen dan misschien voor volgend seizoen. Ja, het liefst gaan we natuurlijk, willen wij gewoon niet proberen te promoveren, dat is gewoon het mooiste, want ik vind... ja, probeer gewoon dat KMD naar een tweede klasse, dat zou ik heel mooi vinden. En je ziet eigenlijk al uit het verleden, zeg maar, als jij kampioen wordt of je gaat promoveren vanuit een derde klasse, zeg maar, want het is gewoon een hele vervelende klasse. Zie je dat eigenlijk in de tweede klasse, dat ze altijd wel meedoen. Ga maar kijken, nou, dat Moorstad doet daar ook weer mee. Ja. Verburg staat er niet slecht voor. Skills, ja, wel natuurlijk zo'n ander iets, maar ze zijn ook weer doorgestoten. Toen de tijd, toen... Toen ik bij GDA zat, toen werd de Jager kampioen, toen die stoot ook. Kijk, ik zeg niet dat het makkelijk is, die tweede klasse, maar die derde klasse is best wel een moeilijke klasse. Het is moeilijk om eruit te komen. Het is heel moeilijk om eruit te komen. Ik denk als je eruit komt, dat je misschien in de tweede klasse dat je iets meer over voetbal gaat praten. Ja. En dat het ons ook wat meer legt, dat voetbal. Maar goed, aan de andere kant denk ik dan toch bij KMD proberen op dat hoofdveld kunstgras te krijgen. Want ja, uitpak je de punten stijf bovenaan. Als je dat thuis ook zou doen, dan wordt het nog wel wat makkelijker. Alhoewel, je tegenstander heeft er ook last van natuurlijk. Hè? Ja, of we bellen de KNVB dan wel alleen maar uitspelen. Ja, dat zou een overigens afgelopen zaterdag tegen Hamersa. Ik vond het een hele sportieve wedstrijd. Ja, ja, zeker. Zei ik ook nog tegen de scheidsrechter na afloop. Van, had ook weinig gele kaarten nodig. Ja. Eén rode, maar die was terecht. Ja, maar het was jammer, hij past eigenlijk niet in de wedstrijd. Nee. Ja. Mag ik nog even terugkomen op tuurlijk. Dat analyse, tuurlijk. Op die videoanalyse? Dat je dat bij ADO onder 21, met die jonge gasten allemaal, dat snap ik ook wel met Edwin. Maar bij GDA of nu bij KMD, ik ben wat nog een beetje van de oude stempel trainer, ben natuurlijk een paar jaar eruit. Maar zijn die jongens daar, dat is wel het voordeel dat je in het Westland traint, maar zijn die jongens daar, staan ze daar voor open? Ja, heel erg. Ja? Neem ze ook de tijd voor? Heel licht hier. Ik heb ook zo voor de wedstrijd heb ik buiten dat ik het met mijn eigen beelden doe die wij zelf hebben gespeeld, doe ik ook, hebben ook van een heel groot smartboard hebben we gekregen in een videokamer, waar we hebben ook geïnvesteerd. En dan heb ik het ook gewoon met schuivende poppetjes, zeg maar, dat zijn op computerbeelden. Dus hier, en dan heb ik een idee van, joh, we gaan zo en zo voetballen. En dat is voor hun best wel interessant. En dan krijg je, als je dus zo daarover praat, en dus is het visueel is het beter dan als je, zeg maar, als je hier gaat zitten, dan zeggen ze af en toe, dus ja,
Dan krijg je wel eens feedback van, dan zeggen ze van, joh, maar als we nou dat en dat, dan heb je, je krijgt veel meer, ga je over vol praten. En nu vind ik het best wel leuk. Kijk, je moet het ook niet te lang maken, zo'n na-analyse, zeg maar. Ja, bij het begin, weet je, ging ik van A tot Z, ging ik alles ontleden, weet je, dat kan beter, maar ja, daar leer je ook natuurlijk van, hoe je het korter moet houden. Ja, zeg maar. Daarom zeg ik dit. Maar dat is, het is wel, je hebt wel eens over situaties met spelers, en dan zeg je van, die situatie, weet je, kan je nog in, nee, maar ik zie dat zo en zo. Zeg maar, let maar op, daar gaan we tot die beelden terugkijken. Ja, ja. Je hebt wel gelijk. En ze vragen zelf om de beelden. Dat is leuk. Dan krijg je ook een beetje. Ja, vandaag stuur je ze ook nog door op de telefoon. Ja, vandaag hoef ik ze ook in kan maar die beelden dan krijgen. Maar ik wil eerst liever de analyse zelf maken dan dat ze dan pas die beelden. Maar ja, goed, dat is logisch. Hè. Ik bedoel, twee beelden zeggen 10 keer dan meer dan 20 woorden. Dan, ik vind want ze gaan er tegen je in en je laat het beeld zien. En daarmee bewijs je al wat je bedoelt. Het is wel leuk dat ze ervoor openstaan dan. Ja. Hè? Want, en dat is toch misschien ook een klein beetje wat meer iets Westlands. In Den Haag heb ik dan zoiets van... Ja, dan krijg je toch als antwoord van dan kan je het bewijzen. Ja, ik perfect. Had toen ik bij GDA zat en toen Lorenzo Schreffers speelde bij Scheveningen. En ik zei tegen Lorenzo, het was een nummer 6. Ik zei, Lorenzo, je doet telkens dat en dat. Toen bij het begin ook die beelden nog niet. Op een gegeven moment had die beelden. En toen zei Lorenzo, kijk, Lorenzo Schreffers is wel bekend toch? Zegt hij, ja dan? Ja, ik ken het niet ontkennen, zegt hij. Nee. Ja, ik ken het niet ontkennen, zeg maar. Dus totdat ze je beeldjes ziet, het plaatje daartje is blijkbaar belangrijk. Hele interessante materie, het hele video gebeuren. Maar kijk naar de klok en dan betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze aflevering. Dennis, jij heel erg bedankt Willem, ook voor je komst. Geldt natuurlijk ook voor Hans, fantastisch dat je er was. We hebben wat lekker kunnen babbelen over KMD. Ja. We zouden nog wel een tijdje door kunnen praten, maar goed, de tijd is onverbiddelijk. Hartelijk dank voor jullie komst. Veel succes nog met de ploeg, de jonge ploeg. We houden stonden Jesse de Waard en nog een wat oudere. Hans, tot ziens. Thuis weer bedankt voor het kijken. Dit was Haaglander Voetbal midweeks met de twee trainers van KMD. Dennis Roerade en Willem Verwoerd. En onze sidekick was Hans Vollaar. We zijn er weer volgende week. Graag tot dan.